Naast wie zit ik? Mijn naam? Klopt. Bert Kramer. Bert, waar ga je naartoe vandaag? Mag ik Bert zeggen? Ja, je mag Bert zeggen. Ik ga nu naar de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden, waar ik docent ben. En... Ik zou al bijna vragen, en wat studeer je daar, Bert? Nee. Oh, dank je. Ik heb, zie er wel grijzig uit, maar... Een compliment is zo gemaakt, ja, mensen. Ja, dat vind ik ook. Nee, ik ben daar docent. En wat doseer je? Ik psychologie en ik geef HRM, Human Resource Management. En daarnaast doe ik nog allerlei andere klusjes daaromheen. En het is laat op de ochtend dat ik daar naartoe ga. Omdat ik nog wat dingen moest afwerken. Eigenlijk was ik thuis geweest, maar... U doseert psychologie. Bent u zelf ook afgestudeerd psycholoog dan? Nee, dat ben ik niet. Ik heb gymnasium in Bergen, een middelbare school. En toen ben ik naar een sociale academie toe gegaan. Toen de tijd heette dat zo. Sociale academie? Sociale academie in Den Haag. En vervolgens heb ik allerlei posten academische studies gedaan. En vandaar dat ik dit nu kan doen. Bovendien, ik ben gepokt en gemaatschappelijk in de gezondheidszorg. Ik ben pas 6 jaar docent. En ik ben er een beetje ingerold eigenlijk. Ik ben allerlei managementfuncties in de gezondheidszorg, de academische ziekenhuizen, een perifere ziekenhuis. En ik heb nog wat managementfuncties gedaan in de hogeschool. Maar wat gaan die mensen die psychologie studeren daar dan straks mee doen? Kunt u daar iets over zeggen? Op de eerste plaats, ik leer ze niet om psycholoog te zijn. Waar mijn punt is dit, ik heb een... het zijn studenten die dadelijk in een bedrijf gaan functioneren, die geïnteresseerd zijn in samenwerking met mensen. En wat ik probeer is ze gevoelig te maken voor verhoudingen in een bedrijf. En ik probeer ze een eigen analyse te maken van de situatie. En ik vind dat ze dan ook een eigen keuze moeten maken welke koers ze moeten varen. En dat is eigenlijk de bottom line van de colleges die ik geef. Oké, nou, het klinkt heel interessant. We gaan dit gesprek heel eenvoudig afsluiten. U mag. Over. Wat is dit? Nou, dat ga ik u zo meteen vertellen als de camera uit is. Ja? Het is echt een wereldprogramma dit. Oké. U mag tot besluit van dit gesprek nog de groeten doen. Aan wie u maar wilt. Nou, dat vind ik een beetje raar. Ik zou zeker even de groeten doen aan de studenten, want die kijken allemaal. Nou ja, de groet aan de studenten dan. Ja. Okay, ik wens u een hele prettige dag vandaag. Ja. Succes met het leren van de leerlingen. Merci. En bedankt voor het gesprek. Oké, bedankt.